is inmiddels erg laat. We gaan nog even kijken of er wat mensen kijken naar de verkiezingsuitslag. En of ze nog op zijn eigenlijk. Ik zie hier ook een mooie tuin voor een vijver. Dus even kijken of ze open doen. Bel eens hier. Prachtig shot. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hallo. Zijn jullie ook aan het kijken naar de verkiezingen? Ja, wij zijn er zeker naar aan het kijken, ja. En is het wat? Het begint redelijk ja hoor. Ja? Mogen we even binnenkomen om te kijken hoe jullie het beleven? Ja, mag wel. Ja, cool. Ja, top. Dankjewel. Kom maar binnen. Moet je mijn schoenen even uitdoen? Ja, graag. Ja? Oké, okay. Even schoenen uit. Prachtige schoenen. Iedereen is vandaag geweest stemmen en nu zijn we eigenlijk al een tijdje aan het kijken naar de uitslagen. Oké, okay, en bevalt de uitslag tot nu toe? Ja, zeker wel, ja. Ja. En de PVV heeft niet dramatisch veel stemmen erbij gekregen en GroenLinks is heel erg gestegen, dus wij zijn tevreden. Oké, okay. Want wat hebben jullie zelf gestemd? GroenLinks. GroenLinks. Ja. Dus dat is inderdaad... Ja, dat is voor ons wel positief. Maar ja. De slingers hangen nog niet uit. Het zou overdreven zijn. We hebben ook geen aanplakbiljetten en zo. En als iemand het vraagt, dan geef ik het wel gewoon toe. Maar we hebben een toastje. Oké, okay. Nou lekker toch. Ja, waar hoop je op? Ja, dat weet ik niet. We hoorden er net eentje met, wie waren dat ook weer? D66, GroenLinks. Ja, heel veel linkse partijen. Ja, heel veel linkse partijen, maar ook met CDA maar niet erbij. Alle, ja. En wie weet, maar die hebben er dan ook nog maar 46 of zo. Dus dat is nog steeds niet genoeg. Maar ja, we zullen het wel zien. In ieder geval heel fijn dat de PVV niet zo groot geworden is. Ja, hij zal het zelf niet leuk vinden, maar dat is jammer dan. Ja, oké, okay, top. Misschien emigreert hij wel.